Oké, ik zit hier met Patrick Petersen. En zeer, ja, ik ken Patrick al een tijdje uit het online marketing wereldje. We zijn draaien allebei al eigenlijk sinds begin jaren 90 mee. En ik heb hem al een aantal keren zien spreken. En hij is een hele trouwe bijdrager aan mijn blog bij MediaWeb met ja, hele waardevolle content. Hij is dus een zeer ervaren spreker en een trainer. Ik las sinds 1993 al actief in het digitale vlak. En sinds 1998 dus ook echt als spreker en online marketeer. Een ongelooflijk productief schrijver. Hij heeft uiteraard het boek geschreven waar we het zo meteen over gaan hebben. En hij blogt zich helemaal wild voor, nou ja, weet het, voor webtrends, Dutch Cowboys, Marketing Facts, Social Media NL, marketinginnovatie.org, onlinemarketeer.tv en dus ook voor MediaWeb. Zeker, zeker, zeker. Ja, toe. En nou ja, als ik dat zo eens bekijk, en het ook nu ook, je zit weer in je auto, zie ik. Patrick, jij bent ongelooflijk druk, hè? Dus jij hebt altijd, je werkt overal aan mee, maar het is ook duidelijk dat je echt altijd heel druk bent. Kom je eigenlijk wel aan slapen toe? Ja, goede openingsvraag. Allereerst dankjewel, Erik. Dankjewel, Kopje Robin. Dankjewel voor de introductie. Welkom, kijkers. Welkom, luisteraars. Welkom, lezers. Als ik kijk naar je vraag, kom ik aan slapen toe? Ja, als ik dat even in de breedte mag beantwoorden. Ik ben lang actief vanuit inderdaad het digital domein. Opgegroeid in een IT-bedrijfje. Dus ik was al heel snel met de DOS en de connecties en de bulletin board systems. Dus zeg maar, het pre-internet-tijdperk was ik aanwezig. Ik ben ook hacker geweest. Dat kan ik met jullie delen, want het is inmiddels verjaard. Ik hoop niet dat je daarop doorvraagt. Maar het is een leuke basis en leerzaam. Ik heb een tikkeltje ADHD. Het geeft altijd veel te veel informatie. Het geeft wel werkdagen, denk ik, van een uur of 15, 16. Maar ja, het geldt ook voor jou. Je bent net zo productief. En ik zie je ook van links naar rechts, van BNR tot en met ontzettend op een goede manier. En die complimenten wil ik direct geven, dat je op een goede manier de community drivet. Zoals, vind ik, social media bedoeld is. Waar wij, anno 2020, het jaar waar we dit interview afnemen. Social media heel erg naar een zendmodus gaat en heel veel mensen van het eerste uur helaas zijn verdwenen. Wil ik een compliment geven hoe je ook nu weer de community drivet en dat je een platform biedt om meerdere mensen met mening en inzicht aan het woord te laten. En dat vind ik ontzettend belangrijk, net als jij, speler die al een tijdje meegaat. En we hebben, denk ik, meer dan een gemiddelde voorliefde voor het vak. En dat vind ik ontzettend belangrijk. En om een brug te maken naar het boek. Het boek geeft net zo'n platform voor experts. Het boek is geen Patrick Petersen ego-trip. Dat is de grootste fout die je kan maken als auteur. Dat je denkt dat je alles weet en alles moet vertellen vanuit de ik. Maar het is een platform. En ook deze versie, deel 7, is weer een platform met heel veel inzichten. En dat vind ik wel heel belangrijk, omdat het vak voortschrijdend is. Is dit antwoord op je vraag? Of, Ja, dat is zeker heel erg bedankt. Ja, dus inderdaad, dat ik vanuit mijn blog van MediaWeb, dat ik daar vooral ook heel veel andere mensen aan het woord laat. Dat is een beetje hetzelfde wat jij dus met je boek doet. Dat realiseer ik me nog niet eens zo erg, maar nu je het zegt. Dat is natuurlijk superkrachtig, hè? Want heel veel mensen weten gewoon veel meer dan één iemand. En het is wel heel mooi als iemand met veel ervaring zoals jij daar ook dan goed de regie over voert. Nu heb ik wel het idee dat jij wel echt wel wat meer je stempel op dat boek hebt gezet. Even jouw persoonlijke achtergrond. Ben je getrouwd? Wat voor sporten doe je? Ik heb iets gezien over voetbal. En wat is gewoon je achtergrond? Je vertelde iets over hacker. Nou, dat vind ik natuurlijk wel heel intrigerend. Misschien dat je daar toch iets over wil zeggen zonder gelijk gepresteerd te worden. Oh jee, ik pak hem even gestructureerd aan. Als we het in de tijd pakken, omdat ik een druk mannetje ben en snel geloofde in het web, zeg maar, dus rondom 1990, hè, de uitvinding van het WWW en de eerste browsers. Ik kwam inderdaad uit een hackperiode, 8 bits en 16 bits periode. Dat was vooral software hacking. Ik heb geprogrammeerd als tiener. Ingegeven door mijn vader met IT-bedrijf. Ik heb meegedaan met wedstrijden, programmeerwedstrijden. De eerste was ik 11 jaar, dat is nog wel ergens op het web te vinden. En daarnaast ben ik inderdaad actief lid geworden van een hackgroep. Ook dat is online te vinden op een groot Deens forum.
De Denen, Noorden, Nederlanders en Zweden waren de top hackers wereldwijd. We hebben software gehackt en met de eerste bulletin board systems. Dat is met een heel traag modempje dat je universiteiten kan binnenkomen en dat soort instellingen die verbonden waren. Dat is allemaal de basis geweest, hè, van het ARPANET en het World Wide Web. Poogden wij als minderjarigen, dus we bleven overal buiten. We waren minderjarig en de wetgeving was ook nog niet zo ver. Poogden wij wel eens ergens binnen te komen. Maar weet je wat het is? Als je toegang krijgt tot een universiteit, hè, met wachtwoord admin en dan password 123456. Ja, leuk de informatie. Het was allemaal text-based in die tijd. Het was niet zo heel spannend zoals het heel klinkt. Misschien software hacking wel, vanuit Commodore 64, Amiga en dat soort dingen. Dat is een hele grote golf geweest vanuit Nederland. Later kwam de wetgeving, dus moest ik ook kappen. Maar het is een leuk, voorspel voor het latere web. En ik zie nu zo'n 30 jaar later zie ik heel veel parallellen. En dat geeft bij mij, ja, even kijken hoor. In die parallellen zie ik wel, en dat is ook mijn ondertoon als je mij googelt in de content en ook wel eens een bijdrage die ik aan jouw mooie platformen mag leveren, is we zijn wel 30 jaar later heel vaak met oude wijn en nieuwe zakken bezig. Ja. Dat vind ik wel jammer. Voor de rest, ik ben samenwonend. Ik ben zo druk dat het heel moeilijk was relatie vast te houden. Dat wil ik even eerlijk delen. Ik heb 2 kinderen, waarvan de jongste sinds de 8e vlogt op het gebied van gaming. Jasper 8, die is aan het vloggen, dus dat, misschien heeft het met zijn vader te maken. En, ja, gek. Ja, even tussendoor, jouw microfoontje hoor ik erg veel je adem in blazen. Misschien dat je hem heel ietsje verder van je gezicht af moet buigen, ik weet niet of dat kan. Zo, je test, blaast test. Er wel in en dan hoor ik je erg... Test. Ik moest even haasten, dus ik... Test. Is beter dit, ja. Oké. Okay. Je bent nog wel verstaanbaar, maar iets minder die plop erin. Dankjewel. Oké, ga verder. Sorry. Ik voetbal bij de bejaarden. Dat is belangrijk. Kijk, iedereen aanraden die drukke werkdagen heeft. Blijf sporten en zeg niet opeens ik ben oud. Dus blijf bewegen, blijf sporten. Hoe oud ben jij, Patrick? Ik ben geboren ergens rondom het overlijden van Jimi Hendrix. En na het verdwijnen van de Doors. Oh ja, dus rond 19, eind jaren 60, begin jaren 70 dateren we jou. Dus rond de 50, dat valt toch mee? Nou, als mensen mij googelen gaan ze gekke dingen vinden. Ik ben een gek mannetje. Ik heb een verleden, ik heb gespeeld in Vlodder. Ik heb een deel van mijn familie, is een acteursfamilie. Ik heb verder familie in Denemarken zitten en in de US. En als je mij googelt ga je gekke dingen vinden. Maar dat laat ik even zo voor wat het is. Maar wat ik bedoel is dat ik zelf ook heel erg overtuigd ben van het belang om, ook als je ouder wordt, want ik ben inmiddels onlangs 60 geworden. Serieus? Oké. Okay. Ja. Het belang van sport, van actief. Dus ik sta elke ochtend om 6 uur op en dan ga ik tussen 6:30 en 7:00 naar de sportschool, een uur lang rammen, zweten of met gewichten gooien. En dan begint mijn dag echt. Ja. En dat is denk ik essentieel. Zeker als je een druk leven leidt zoals jij en ik, dan moet je dat, ja, wat mij betreft pak je dat uurtje dan in de ochtend. Dat is natuurlijk voor iedereen anders. Maar hoe doe jij dat? Jij gaat gewoon lekker in het weekend met je vrienden voetballen? Het is wel... Je verrast me wel met deze introductie, ontzettend. Meestal met interviews vragen ze direct naar de 10 tips voor online marketing. Dus je verrast mij, maar dus ik ben even aan mijn comfortzone. Maar ik heb heel mijn leven gevoetbald. Door de coronatijd, we zitten nu in 2020, zijn er veel vrijwilligers weggegaan bij die voetbalclubs. Dus ik probeer in dat gat te duiken. Het is gewoon een manier, dat zal je misschien herkennen inderdaad, complimenten voor je voorkomen als oudere jongeren dan, moet ik zeggen, Erik. Maar dat... Ja, ik help de voetbalclub met leider zijn en ik voetbal zelf dan op de vrijdagavond bij, ik zeg altijd, de bejaarden. Ontzettend belangrijk. Het is echt heel belangrijk, omdat je, voor je het weet, zit je vooral in laptoptijden, zoals coronatijden, zit je in een bubbel. En ik vermoed dat misschien wel 100% van de online gebruikers onbewust in een bubbel zitten. En je moet uit die bubbel. En je komt alleen maar uit die bubbel door je laptop af te sluiten. En je lichaam en je geest een hele andere functie te geven. Door gewoon te gaan sporten en mensen te spreken en dat soort dingen. Zeg maar. Het klinkt even allemaal heel flauw, maar het is toch wel iets... Ik ook als oudere jongere, wat echt heel vitaal is. Anders word je verzuurd en je komt in een bubbel terecht. Dat is niet...
Ja, datzelfde geldt voor die lichamelijke lenigheid waar je aan blijft werken. En wat gewoon als je wat ouder wordt, eigenlijk alleen maar belangrijker wordt. Dat geldt eigenlijk ook voor je geestelijke lenigheid. En ja, je bent een enorme content producer. Maar wat ik heel interessant vind, is waar haal jij nou weer je kennis, je ideeën en je inspiratie vandaan? Hè? Neem aan boeken, blogs, podcasts. Kun je een paar dingen noemen waarvan je zegt van nou, daar haal ik nou... Misschien verklap je wat geheimen dan. Maar dat lijkt me, dat vind ik super interessant. Vertel eens. Huh? Ja, goede vraag. Erik, waar haal ik mijn inspiratie vandaan? Een podcast. Even kijken. Eigenlijk zoals heel veel anderen. Veel uit buitenland en de US. Dat vind ik toch met de Brian Solis en andere mensen die hun nek uitsteken. Vind ik de echte pioniers zitten. Ik ben een fan en het gaat gek klinken van Adam Curry. Gelukkig... heeft hij deze week een heel groot podcastplatform. Hij was op de basis hè, van veel podcasts. Ja, ik zag een interview tussen hem en Joe Rogan onlangs op YouTube. Ja, volgens mij Richard Otto van Spreekbuis heeft geloof ik ook hem onlangs in Nederland geïnterviewd. Curry is samen met zijn vader Jay Curry. Die kennen we vanuit de CRM-wereld. Die moet je ook kennen. Zit helaas nu in een bejaardentehuis in Hilversum. Maar Adam is natuurlijk bekend van Countdown en TV en zo. Maar... hij is bezig geweest eind jaren 90 met Apple Video oplossen, wat we nu vloggen noemen. Hij was een van de eerste met Curry.com, met de eerste bloggers. Terwijl andere collega's in het vak het allemaal claimen. Dat vind ik al een beetje naïef, een beetje flauw. En natuurlijk, hij was natuurlijk innovator met podcasts. 20 jaar later, ja. We hebben het eerst veroordeeld en dit en zwart gemaakt. Echt op zijn Nederlands. En nu als we terugkijken, is hij een persoon geweest die ontzettend belangrijk is geweest voor de hele scene. En daar hekel ik ook een beetje het Calvinisme aan, van dat andere mensen denken dat ze het uitgevonden hebben. En dit soort mensen, hè, misschien is Adam iets te Amerikaans en te blij met zichzelf geweest. Maar dit soort mensen vind ik ontiegelijk belangrijk. En die blijven allemaal buiten de standaard zien die we retweeten, zeg maar. Dus misschien heeft het te maken dat ik wat ouder ben en een lang tijdje meega. Dus dat soort mensen zijn me inspireren. En wat ik vooral doe, en dat was in het verlengde van jou een mooie introductie, is... ik ben graag met mensen die niet met me eens zijn. Daar leer je het meest van. Daar leer je het meest van. Je hebt niks aan mensen die blind jouw dingetje retweeten. En dat soort. Je leert het meest van mensen die jou gewoon continu andere inzichten geven. En ik leer veel. En ik heb ook met jou wel eens kleine lichte discussies gehad. Maar met discussies help je het vakgebied verder. Want anders kom je in een bubbel dat je straks echt denkt dat je het allemaal weet. Dat is ontzettend naïef. Ik spreek veel en veel gesproken. En dat is echt een reflectie. Als je les geeft en spreekt, leer je zelf het meest. Ja, dat geloof ik direct. En wat mij ook altijd opvalt, ik doe dus inderdaad die expert roundups, hè, die blogs waarin ik meerdere mensen vraag om een mening. En vaak zijn ze het niet met elkaar eens, dat vind ik alleen maar leuk. Maar ik kreeg wel eens een keer een reactie van, ja, hoe kun je, wat een slechte blog, de verschillende deelnemende experts, die zijn het niet met elkaar eens. Ik denk, nou, juist, dat vond ik nou juist zo leuk. Dus ik hoop juist vaak een beetje controverse op te roepen in die blog. Dan krijg je ook discussie, dat maakt het alleen maar interessanter. Nou, ik hoop heel graag, ik ga je brutaal onderbreken. Wat mij gaaf lijkt is, nu wij massaal aan de Zoom-video zitten, dat je misschien zo'n expert roundup, dat je dat live doet met kijkers. Misschien dat die mensen die je uitnodigt, dat we dat op video doen, dan krijg je de dynamiek. Ja. Ik vind dat, nog twee keer antwoord op je vraag. Je leert alleen maar van mensen die het niet eens zijn en jou een 360 graden point of view geven. Daar leert niks van. Ja. Dat is wel... En de mensen, ja... Ik steek vaak mijn nek uit. En dat is, als je een beetje googelt, zie je discussies. En mensen zijn het niet eens. Ik heb boek op de markt gebracht. Dan werd ik uitgelachen door mijn eigen uitgever en reviews. Ja, het is... ik heb wel eens gedacht, zou ik gewoon op Ibiza gaan wonen. Maar dan krijg je 5, 6, 7 jaar later. Dan zie je mensen die maken dan eenzelfde soort boekje. Of nemen modellen over. Of die lenen dat. Of je curatie heet dat heel mooi. Dus ik steek graag mijn nek uit. En ik wil discussies uitlokken. Anders kom je niet verder in het vakgebied. Dat heeft geen zin. Ja. Nou, dan is het denk ik een mooi moment om het nu inderdaad over je boek te gaan hebben. Oh, wacht even. Hij is net weer uit. Hij is dit jaar uit. En ik laat hem nu ook even zien. Handboek Online Marketing versie 7. Mijn eerste vraag is, voor wie is dit boek nou eigenlijk bedoeld? Nou, het handboek Online Marketing 7 met 2009, de eerste versie. Wereldwijd was er geen boek die het allemaal bij elkaar zette. Er waren wel losse boekjes over internetstrategie. We kennen die van Tichelaar uit de jaren 90. En je had losse boekjes over e-mailmarketing en SEO had je.
Het boek is heel breed, om simpelweg mensen in te lezen in de breedte. Het kent qua niveau een bovenbasisniveau, dus het is voor het onderwijs en voor management. Het is een hybride boek vanaf het begin. Dat betekent dat je papier snel veroudert. Dat was ook kritiek van de uitgever. Dat je op dit moment met QR-codes actuele bijlages vindt. En waar we ook mee begonnen is. Als ik het bijvoorbeeld heb over de hype van Customer Experience. Er is een enorme hype in 2020, Customer Experience. Ook een nieuw boekje van Bellegem dit jaar gaat over Customer Experience. Dus het is natuurlijk al iets wat eigenlijk in de basis van marketing zit. Hè? Klantbeleving leveren. Maar dat is misschien een zure opmerking van oude jongeren dit. Maar staat ook in dit boek, staat het, samen met Next Reality en alles wat toekomstbestendig moet zijn. En het boek verwijst dan naar online discussies, modellen van Brian Solis enzovoort, met toestemmingen, met interactie met Brian. Om simpelweg lezer, zeg maar, online even het pad verder te laten gaan. Dus je hebt een boek met structuur. Hoe bouw je een online strategie op? Wat zijn belangrijke middelen? Wat is basiskennis? Wat is gevorderde kennis? Hoe ziet het speelveld eruit? Elk hoofdstuk en middel heeft expertinterviews van Bellegem, Igor Beuker over transformatie, Hans Modenaar over B2B marketing. Allemaal thought leaders met eigen meningen, waar discussies uit kunnen komen. En dan verwijzingen naar mensen die zich bewezen hebben in het vak. Dus het is een boek, ja. Als het mee zit, kan je die dagelijks gebruiken voor wat je ook wil. Als je een social campagne wil opstarten, staat erin, maar ook een strategisch plan. Ja, het is natuurlijk een naslagwerk. Het is niet, het is een studieboek, maar ook een naslagwerk. En het is behoorlijk 16 hoofdstukken in drie delen. Hè? Verdeeld over inderdaad strategie. De online mix, dus alle middelen wat je al aangaf. Hè? E-mail, SEO, alle video, alle verschillende middelen die er zijn. En dan het derde deel gaat over meer de analyse en weer het maken van plannen. En dan een heleboel, wat je aangeeft, digitale bijlagen via QR-codes. Dat vond ik ook al, dat vind ik wel ontzettend leuk. Want inderdaad, een boek, het papier veroudert inderdaad tegenwoordig heel erg snel. Het is niet voor niets dat je al 7 drukken hebt, hè, beginnend in 2009. Wat is een beetje de geschiedenis van het boek? Hoe heeft het zich ontwikkeld over de afgelopen 11 jaar? Ja, hele goeie. Ik was in de 90's uit mijn hoofd, SPC-opleiding en Appoint. We waren een van de eerste internetopleiders, 1993-94. Ik zat nog deels in mijn wetenschappelijke studie en ik zocht bijbanen. Ik had technische achtergrond en bij opleiding marketingkennis. Nou, op internet komt dat samen, hè? Dat heet dan heel mooi. In die tijd heette dat webmarketing en later internetmarketing. Dus naar de titel ook van Ben Tichelaar. Ik heb ook voor Ben mogen werken in de jaren 90, dus dat was een mooi 1-2'tje. Je bent dan tussen de pioniers. Ik was ook actief bij de DDS, Digitale Stad. Dat ken je misschien. Ja. Voor Marleen Sticker. Ook een belangrijke pionier. En zij zit in dialoog met de overheid op het gebied van de corona-app en dat soort dingen. Op dat moment wou ik lesgeven. Er was geen materiaal. Dus je gaat knippen en plakken. En je komt met heel erg ongelukkig marketingmateriaal uit de ethisch. Waar ergens wordt genoemd dat online iets kan zijn. Dus uit frustratie ben ik zelf materiaal gaan maken voor het onderwijs. Dat is bijgeschaafd in zo'n 6, 7, 8, 9 jaar tijd. Ik heb heel veel hbo-opleidingen mogen helpen met de introductie van digital online. Van HVA tot en met de HU, Fontys, Bekenstein. Dus de strategische aanpakken en modellen zijn in zo'n 20 jaar tijd. Dus uit dit handboek online marketing zijn geïntegreerd in het onderwijs. En dat is ook wel de mooiste waardering die je kan krijgen. Als ik studenten zie en die studeren af. En die gebruiken dan modellen uit het boek. Dan gaat het er niet om dat ze zeggen Patrick Peters een model. Dat maakt me dan op zich niet zo heel veel uit. Maar het geeft wel heel veel waardering dat je erbij mocht zijn. En die bijdrage mag leveren. Dat is wel het mooiste. En daarom zal ik ook door blijven gaan tot en met 130. Omdat dit gewoon vitaal is. Dit is wel het allermooiste. Ik geef het zo'n een kwart van mijn tijd. Doseer ik zelf ook. Dus dan ben ik erbij. Dus doseer mijn eigen boek. In elke les krijg ik feedback. Wat beter kan en mooier kan. Dat is ook de geschiedenis van het boek. Dus uit frustratie. Even concreet antwoordend, ja, er was geen materiaal, ook niet vanuit Amerika en whatever. Dus ik ben het zelf gaan schrijven, gericht op de Nederlandse omgeving. Dat vergeten we wel eens, dat die Amerikaanse boeken zijn leuk, hè. Ja. Hartstikke leuk, maar dat is echt de Amerikaanse situatie. En de Europese en Nederlandse markt is echt anders. Ons consumentengedrag online en als je kijkt naar ons social gedrag, het is echt anders dan Duitsland, België en de US. Dus en daar ben ik wel, denk ik, een jaar of 5 mee bezig geweest. In de tussentijd nog een postdoctoraal gedaan en nog een studie in het buitenland waarbij ik onderzoek heb gedaan en modellen heb ontwikkeld. En die staan ook in het boek.
Oké, okay, ja, is het boek is inderdaad, het is gigantisch veel. Dus het is, ja, om hier de inhoud van je boek helemaal te bespreken, dat is misschien een beetje lastig. Dus ik dacht van, nou, laten we nou daar de actualiteit aan gaan verbinden. We leven nu in de tijd van de coronacrisis. We doen dit interview, zeg maar, begin september 2020. Dus als mensen dit later horen, dan weten jullie gelijk in welke fase we toen zaten. Een beetje het begin misschien van het nieuwe normaal. Betekent dat eigenlijk dat er al heel snel een achtste druk moet komen, Patrick, van je boek? Want je hebt dit natuurlijk eigenlijk geschreven nog voordat die coronacrisis uitbrak. Wat, met andere woorden, wat is de impact van corona op online marketing? En wat zijn de lessen die er, ja, de marketeers, de mensen die ons nu volgen, hè, die ons gesprek volgen en die ons ook online vaak volgen. Wat zijn de belangrijkste lessen die zij eruit kunnen trekken uit het nieuwe normaal waar we nu eigenlijk in aan het bewegen zijn? De belangrijkste lessen in het nieuwe normaal, ja, hele goede. Ik moet je al corrigeren. Het boek is geschreven in de hardcore coronatijd. Ik heb echt dan heb je het wel heel snel geproduceerd, zeg. Complimenten. Na PDF-oplevering en richting Centraal Boekhuismagazijn zaten ongeveer iets minder dan 3 weken tussen. Wat ik heb gedaan is allereerst vorig jaar een e-commerce boek geschreven, samen met Pieter Zwart van Coolblue. Weile Michel van bol.com. Een beetje was het mijn overbuurman, helaas vorig jaar overleden. En net daarvoor mocht ik hem interviewen over Bol. Hij is bekend van het boek Succes van Bol. En daar kwam ook naar voren dat 2020, los van corona, best wel het jaar van verandering is. Dat we enerzijds te maken hebben met alle respect vergrijzing en de boven managementlaag, die online niet altijd volledig ziet zitten voor een bedrijfstransformatie. Die mensen gaan, dat zien we ook in coronatijd, die gaan wat sneller uit dienst. Dat geeft plek aan een nieuw school, frisse, jonge managers. Dat bedoel ik niet denigrerend, maar ik bedoel managementlaag, die is opgegroeid met digital, mobile en de rest. Die kan denken 24/7 hoe ook de moderne consument denkt. En dat is in coronatijd versneld. Dus ik heb het opgepakt, ik heb het versneld, uitvergroot. Maar het had wel de consequentie dat ik het boek letterlijk moest herschrijven met behoud van de structuur. Anders wordt het onderwijs boos. Ik moest het herschrijven, dus de custom experience, hartstikke leuk, mensen hebben leuke boekjes erover, hartstikke gaaf, maar dat heb ik gebracht naar het niveau dat als jij dat echt wil vergroten, het wow effect, dat we echt serieus moeten gaan kijken naar mixed reality en virtuality, en het krijgt een enorme boost, omdat wij nu massaal online zitten en eigenlijk door alle leeftijden heen digital minded zijn geworden, door de corona. Opeens pakken wij onze experiences, sociale beleving van een vergadering. Ik heb zelf ook lesgegeven via een laptop. En dan moet je eens goed gaan nadenken. En het is dan mooi dat je zelf die ervaring hebt en deelt. Van hoe ga ik nou experience digitaal meegeven? Hoe ga je dat nou via een laptop doen? Hoe ga je nou een leuke docent zijn en interactie stimuleren? Want voor je het weet ben je gewoon in de kamer aan het praten. En dan denk je, weet je wat? Wel, dit kan je gewoon opnemen als webinar en dan speel je af. Maar dat is wel een vraagstuk wat meegenomen is vanuit de eigen ervaring. En misschien schieten mensen dat ook wel van links naar rechts af. Dat vind ik niet zo erg als dat een dialoog een discussie geeft om die online marketing mix naar een hoger niveau te tillen. Dan is mijn missie geslaagd, ja. Ja, online überhaupt heeft natuurlijk door corona een enorme duw in de rug gekregen. Hè? Dus dat wij, vroeger waren wij misschien ook voor zo'n interview als dit even ergens gaan zitten. En nu doen we het via Zoom in dit geval. Ik heb zelf ook met Copy Robin ook besloten dat eigenlijk iets wat ik gevoelsmatig al heel lang had, van het moet eigenlijk gewoon een 100% digitaal bedrijf zijn. Waarom heb ik eigenlijk een kantoor? En waarom ga ik eigenlijk nog de weg op voor afspraken? En daar heb ik ook, nou, daar heeft corona me echt het laatste zetje gegeven in mijn overtuiging dat dat eigenlijk kan. Dus ik heb geen kantoor meer en ik heb ook, dus dat heb ik gewoon opgezegd. Het was al niet veel, maar ik heb het opgezegd. En ik doe eigenlijk al mijn meetings nu op deze manier. Het bevalt mij echt heel erg goed. Het scheelt ongelooflijk veel tijd. En ik vind het, wij hebben nu ook gewoon een heel normaal gesprek. Ik vind zelfs persoonlijk dat ik via Zoom vaak nog betere gesprekken heb dan face-to-face. Omdat je face-to-face toch vaak meer een of andere manier wordt afgeleid door bijzaken, zoals een kopje koffie of weet ik het wat, weet je wel. En het leuke is dat dus ook
mijn relaties, de klanten, leveranciers, dat iedereen een beetje daar ook zodanig aan went dat het nou niet meer zo gek is om zo'n afspraak op die manier te maken. Vroeger vonden ze het een beetje, ja, was je niet serieus genoeg als je niet persoonlijk langskwam voor een kopje koffie? Of wat is jouw ervaring daarin? Als ik je laatste uitdrukking oppak, een kopje koffie, en als ik het vergelijk met mijn ervaring van maandenlang op events spreken via een laptop en lesgeven via een laptop, als je kijkt waar de jongeren behoefte aan hebben, ben ik wel van het hybride. Maar ja. Ik vind wel dat we, even kijken, genuanceerd, twee menselijke stromingen tegen elkaar moeten zetten. We hebben de oudere jongeren die zeggen, ja, doen we niet te veel digitaal. Die stroom is er ook, hè. Kritiek hebben op je kinderen. Ik heb twee kinderen, die zitten heel dag op de mobile. En anderzijds hebben wij jongeren, en dat zie ik bij mijn eigen studenten, die zijn rond de 20. Die zeggen, ja, ik ben totally digital opgegroeid, weet je wel. Mijn huisconnecties noemde ik vrienden. Maar als het erop aankwam, waren het geen vrienden. En die komen met een conclusie, en dat vind ik ontiegelijk mooi. En het zit meer op het vlak van sociologie. Maar sociologie is eigenlijk de driver voor consumentengedrag en online marketing. Het vergeten we. We denken dat online marketing gaat om digitale middeltjes, maar het gaat nog steeds om mensen natuurlijk. Precies. Wat ik dan daar zie, is dat zij zeggen, helaas door corona blijft het digitaal, maar ik snak naar real-life connecties met affectie, met engagement. En die zeggen, ja, de waarheid is hybride. En bepaalde touchpoints, en er zijn pas ook weer leuke boeken zo geschreven, het menselijk contact moet blijven. Alleen zijn wij inmiddels zo effectief geprogrammeerd als mens, dat als het digitaal kan, dan willen we digitaal. Maar je hebt ook momenten dat je zegt, ik wil mensen zien en spreken, omdat er dan veel meer affectie en whatever los kan komen, zeg maar. En juist het sociale, wij blijven sociale mensjes. Het zou best wel eens kunnen dat er veel meer dynamiek, als ik kijk naar mijn lesgeven en het spreken. Ik ben een spreker met onderhuids altijd humor. Ja, op een laptop zie ik mensen niet altijd breed lachen en ik kan ze niet goed lezen. Ja. In een zaal zie ik dat een deel verveeld is. Of die dynamiek is wel belangrijk. Daar zijn nog geen boeken over geschreven. We vergeten dat heel vaak. Dus het is een wollig antwoord, maar... Nou, maar de kern is dat een hybride systeem, en daar ben ik het helemaal mee eens. Weet je, het is hetzelfde. Kijk, als jij nu een persoonlijke afspraak met iemand, dat is een beetje hetzelfde als dat je een brief stuurt in plaats van dat je een e-mail stuurt of zo. Dat weet je wel, dat is van een andere kwaliteit, een andere orde, waardoor het veel meer aan waarde krijgt dan in het verleden. En dat je een heleboel dingen die je makkelijk ook via een Zoom-gesprek af kan, die kun je dan via een Zoom-gesprek af. En dat scheelt gewoon ook heel veel tijd. Dus dan heb je misschien juist meer tijd over om kwaliteit te besteden aan andere meetings. En als het gaat wat je zegt, spreken, ja, inderdaad, niets is zo geeft zoveel energie als een zaal die interactief meedoet met jou als spreker. Daar kan echt niks, geen Zoom of webinar tegenop, denk ik. Nee, ik ben het volledig met je eens. Ik las, ik weet even de bron niet, helaas, excuus. Ik las wel in de zomer dit jaar dat mensen zeggen, ik krijg een burn-out van al die Zoom-vergaderingetjes. Want dat vreet energie, het kost me energie. Ik zit in een gekke houding, ik moet in het cameraatje blijven kijken. Er zijn minder koffiepauzes dan in een fysieke vergadering. En ik denk, ja, als je het even resumeert, na 6 maanden corona, op het moment dat wij dit interview afnemen, kan het digitale best wel energie kosten. Misschien moeten onze hersens eraan wennen. En wat ik zie in real life, met lesgeven, met spreken, met workshops, dat geeft zo'n bak adrenaline, als ik voor mezelf mag spreken, misschien ook voor jou, dat geeft energie. Dus daar zit wel echt een wezenlijk verschil in, wat voor ons mens denk ik wel vitaal is. Er zijn nog geen boeken over geschreven, hier bij de tip. Ik heb er zelf geen tijd voor, ik moet nog 3 andere boeken schrijven. Maar het is wel iets waar we echt aan moeten denken. En de oplossing komt vanuit nieuwe generaties, dat bedoel ik niet verkeerd. Maar die zijn digitaal opgegroeid, dat zit in hun brein. En die komen er nu achter wat voor adrenaline en positieve stofjes, zeg maar, het echte menselijke contact, zeg maar. Ik wil één voorbeeld even aanhalen. Ik heb familieleden, vrienden, kennissen, die zitten op de online dating en Tinders. Dat heb ik nooit echt aangedaan. En de meerderheid zegt, en bevestigt ook onderzoeken, op het moment dat ze die mensen in real life zien, en dat kan zijn na echt jarenlang chatten, whatever, digitaal contact, ze zien ze 1 keer in real life, en dan blijkt het anders te zijn dan dat ze hadden gedacht, en dan komt daar geen relatie uit. Dus er is iets aan de hand. Er is iets aan de hand. Ik kan dit niet duiden met termen en modellen, maar het is wel leuk om dat misschien te doen.
Ja, maar wat betekent dat nu voor de online marketeer, deze ontwikkeling? Als je nu, ja, wat voor impact heeft dat op het vak? En dan meer inderdaad het marketingvak, even los van hoe je vergadert en dat soort zaken. Maar waar moeten wij op letten als wij onze diensten en producten online aan de man brengen? De impact van het hele corona verhaal van de afgelopen 6 maanden. Ja, ik ga je wel heel eigenwijs corrigeren. Het is niet alleen aan de man brengen van producten. Het is ook zichtbaarheid. Het is relatiebeheer. Hè? Misschien wel belangrijker dan selling. Hè? Wat een volledig mee eens. Ja, ja, uiteraard. Het hele marketing- en salesverhaal, zeg maar. Ik ga even uitspraken doen. Het gaat er allemaal volgens kosten. En misschien ga je me ook nooit meer vragen voor een... voor input. Maar shoot. Ja. Je kan knippen en plakken, hè, geloof ik. Maar, ik heb geen tijd voor. ik ga altijd van bam. Het is gewoon, wat je ziet is wat je get. Het is, bij mij helemaal. Kijk, als we kijken naar het boek beschrijft de 5e generatie online marketing. Want we spreken met z'n allen over online marketing. Maar laat ik heel eerlijk zijn, dat bestaat eigenlijk al sinds de komst van het web. Want je had een website, die wou je pluggen. Je kreeg een mailingje in 93, 94. In 1997 ben je het gaan aanmelden bij een zoekmachine. En toen ben je gaan schrijven voor zoekmachines. En toen later kwam je erachter, hè, dankjewel Bill Gates, dat het om content gaat. En het ging je commercieel bijschaven. Anders dan alleen de inhoud kreeg het een commercieel jasje. En zo is heel die mix ontstaan. En heel veel mensen vergeten dat, die op dit moment instappen. Die zien die geschiedenis niet. Maar dat heeft er wel voor gezorgd dat eigenlijk online marketing wordt gedrived door 2 grote groepen. Enerzijds zijn het de marketeers vanuit de old school. Die altijd hebben gezegd, online was een trucje erbij. En die komen er nu achter in coronatijd dat het trucje opeens is de core business geworden, hè, zeg maar. Digitaal transformatie noemen we dat dan heel mooi. Maar dan zien we ook een groep die het niet die kant op kan sturen. En anderzijds hebben wij een groep die stappen in. Die kennen niet die geschiedenis, die hebben er ook geen last van. En die stappen in vanuit het digitaal domein daarnaast. En helaas is dat een groep met te weinig draagvlak, ook vaak een jongere groep. Maar er is ook een groep waar hele goede start-ups uitkomen. Laten we ook eerlijk zijn, dat de meneer van Facebook is ook nog maar een hele jonge jongen. Maar het zijn allemaal mensen met heel veel impact en die de wereld de laatste 15 jaar hebben veranderd. Dat moeten we ook niet vergeten. En zo zijn er meer start-ups en scale-ups die vanuit een nieuwe generatie komen en denken. Die denken sneller en die handelen sneller. En als je komt uit een oude discipline, de oude Marcom en marketing, met weinig middelen, met tv, met print, en vooral vanuit het zendtijdperk, dan is dit een ontzettend rottig, shitty tijdperk, want opeens praten mensen terug. Social is belangrijk, je hebt trollen, je hebt fake accounts. Het gaat snel, je hebt opeens mixed reality. En je moet als opgeleid oldschool marketeer, dankjewel Nima, moet je opeens technischer gaan denken. Omdat mobile technischer wordt, bepaalde middelen worden technischer. Je moet trucjes doorhebben, je hebt algoritmes. Dus dat zijn wel stromingen die heel veel bepalen op dit moment. En dan pak ik het even heel globaal en abstract, hè. Daarin. Dus dat is, het boek neemt ze allebei mee. Het boek begint ook in de eerste 4-5 hoofdstukken met Kotler en Porter. Maar ik vertaal Kotler en Porter uit de jaren 70 en 80. Naar dat het eigenlijk nog steeds de kern is van huidige marketing. Alleen maar een jasje eromheen. Wat ik dan wel grappig vind. Dan zie ik discussies. Ik zal even de platform, niet jouw platform, maar andere geromineerde platformen. Die zeggen, ja, het gaat online marketing om de klant. Dan denk ik, ja, nou, hartstikke leuk. Dat is in 1964. He, toen marketing werd uitgevonden, was dat het vertrekpunt. Marketing draait om de behoeften van de klant. Dus dan denk ik van ja, kijk even, leer van het verleden en vertaal dat naar het moderne. Als dat je lukt en je hebt een beetje feeling met die middelen en open-minded en je blijft jong van geest, net als jij en ik, ja, dan gaat het lukken. Ja, want daar zeg je al zoiets. Hè? Je wijst erop, wij zijn ook zeg maar mensen die al lang meegaan. Ik weet niet... Zelf heb ik niet echt een marketingachtergrond. Ik heb wel veel geschreven altijd in het verleden. En ik begon in eind jaren 80 om eigenlijk al content marketing te doen. In de vorm van bladen en schoolagendas en zo voor O'Neill. Dat kwam omdat ik een hele fanatieke windsurfer was. Zat ik heel erg in die wereld. Ik had een O'Neill. Steven van den Berg stond erin. Ja, ik had een O'Neill agenda. Ja, kijk eens aan. Nou.
Maar ik denk dat ook mensen van onze generatie, gewoon, of zelfs ook van mijn generatie zou ik maar zeggen, dat die, ja, die moeten toch wel die lenigheid hebben om zich te blijven interesseren in die nieuwe technieken. En ja, ik moet wel eens denken aan mijn vader, die dus ongeveer 25 jaar ouder is dan ik, inmiddels helaas al erg ziek en niet meer heel goed aanspreekbaar. Maar dat was ook altijd iemand die met de nieuwste dingen mee. Het was echt een Apple fanboy op zijn 75ste. En altijd de nieuwste gadgets. Ja, dat heb je zowel bij mensen van, die al wat ouder zijn, als bij mensen die jong zijn. Die dat juist niet hebben. Je hebt ook hele conservatief denkende of jonge mensen, valt mij op. Hè. Ik denk dat we ook wat dat betreft misschien wat meer in een hybride maatschappij leven. Dat die leeftijd misschien toch wat minder doorslaggevend is. Ja, ik vind het een goeie. Ik vind dit een hele mooie discussie, Erik, die te weinig wordt gevoerd. Want online marketing zou ook een discussie kunnen worden over, is het TikTok, Insta of is het Snap? En wat zijn de 10 tips? Hè? Dat is even heel kort door de bocht, helaas, waar heel veel platformen mee gevuld zijn. En als je even googelt, zie je dat die tips ook nog eens vertaald zijn van Amerikaanse sites. Daar heb je eigenlijk, zeg ik op z'n Rotterdams, geen reet aan. Maar de discussie die je moet voeren in de tijden van transitie, die zit op hoger niveau. En inderdaad, ik ben het voorkomen met je eens dat, ik had ook een vader zoals jij, hè, IT, die voorspelde dingen en ik lachte hem uit als kind. En hij kreeg met alles gelijk. En hij is, die voor mij is ook op leeftijd. Maar hij is nog altijd heel erg scherp. Hij is bezig met dingen. Hij is heel de dag bezig met wat zijn leuke vernieuwingen die mijn leven kan verrijken. En dat is een state of mind, hebben jij en ik en hopelijk veel meer mensen, wat voor succesvolle online marketing ontiegelijk belangrijk is. Je moet inderdaad kunnen en durven dat je in je online marketing mix zegt, weet je wat, Insta zet ik even voor mijn doelgroep op een lager pitje. Ook al gaan alle platformen erover los, want de augmented reality tool Snapchat begint veel meer engagement en click-throughs te krijgen en de rest. En daar zie ik bijna geen lef. We gaan natuurlijk graag met de mainstream mee. En daar zie ik weinig open-mindedheid. Laat ik even heel concreet. Is zo'n tool als Snapchat is heel lang uitgelachen. En nu zeggen mensen, ja, het geeft juist met die augmented reality tool en digitale customer experience, geeft dat heel veel mogelijkheden mee om mijn producten te pluggen en uit te laten testen door een influential jonge doelgroep en zo massa te bereiken. Even heel kort door de bocht. Maar wat je moet hebben is inderdaad een open-mindedheid. Je moet Jij bent jong van geest, je moet jong van geest blijven. Online marketing is puur een state of mind. En dat begrijpen weinig mensen. We hebben natuurlijk, als je zegt iemand die is geboren in begin jaren, of halverwege jaren 90 of eind jaren 90, die heeft zijn hele leven al in de digitale wereld geleefd. Maar wij leven nog langer in de digitale wereld. Dus als jij wel lenig van geest bent en nieuwsgierig blijft en durft te experimenteren, dan kun je ook, als je al wat ouder bent, kun je nog prima meekomen in die digitale wereld. Want we leven allemaal al 20, 30 jaar in die wereld. Ja. En er zijn ook, zoals ik al zeg, mensen van in de 20 die eigenlijk heel conservatief daarin zijn. Dus ja, maar goed, nou dwalen we. Ik vind het een hele leuke discussie, maar we dwalen misschien een beetje af. Maar Nee. Ik wil het even aanvullen. Ja. Even reality check. Als ik kijk naar Frank Jansen, alle hulde voor Frank Watching. Als ik kijk naar Henkie van Dutch Cowboys. Als ik kijk naar Marco Derks, ik ben niet altijd met hem eens, maar ik heb respect voor wat hij heeft gedaan met Marketing Facts. Dat zijn mensen van jou en mijn leeftijd. Dus we kunnen wel helemaal losgaan over social influencers. Anna Nushin en Enzo Knol, hartstikke leuk. Die kunnen als nieuwe generatie mensen en social influencers, kennen zij het trucje heel goed. Maar als je kijkt naar de platformen die nog steeds heel veel driven en waar tot leadership uitkomt. Zeg maar, denk ook aan Vincent Evers, die is volgens mij zelfs iets ouder dan jij, zeg maar nog ontiegelijk jong van geest, hoe die bezig is met corona, met bitcoin. Dat zijn de mensen die echt gewoon gedegen de boel van links naar rechts trekken. En dat vergeten wij heel erg vaak. Wij vergeten dat. Want wij worden natuurlijk vertroebeld door de social influencers, die hele goede dingen doen voor een jonge doelgroep. En die dat online marketing trucje met state of mind ontzettend goed kunnen toepassen. Met een ontzettend goede engagement op YouTube video. Maar de echte trekkers de laatste 20 jaar zijn die mensen die ik net noemde. En die zijn nog steeds actief. En die zijn ontiegelijk belangrijk voor dit vak. Wij vergeten dat. Wij vergeten dat. Ook de mensen van e-merse, dat zijn geen mensen van begin 20. Maar het zijn mensen die een tijdje meegaan. Misschien moeten we dat eens vaker benoemen. Ik vind het wel belangrijk.
Ik was ook nog een tijd lang lid van de IPAN, hè, de Internet Professionals Association Netherlands. Dat waren helemaal oude rakkers van de begin jaren 90. Maar goed, kijk, dat is, ik ben zeker niet voor nostalgie op dat gebied. Maar het gaat mij om die drive. Hè, en dat is, ben ik ook heel benieuwd naar. Wat is nou jouw grote drive om zoveel te doen op dit gebied? Om boeken te schrijven, te spreken, noem maar op. Wat is daar de onderliggende drive? De drive was, online marketing is mijn missie. En het heeft misschien ook wel sociale relaties gekost. Het heeft een lange tijd minder aandacht aan vriendschappen gekost. Als je maar waarom is dat jouw missie? Wat is daar nou zo mooi aan online marketing dat het jou zo ongelooflijk drijft? Ja, dat is. Ik ben opgegroeid in een IT-tijdperk van programmeren. IBM 8-bit en de Amiga, Commodore, wat ik net aanhaalde aan het begin. Je ziet dat de wereld daar naartoe gaat, omdat automatisering ons leven heeft vermakkelijkt en verbeterd. Online doet dat nog steeds op andere manieren. He, customer experience heet het dan populair tegenwoordig. Maar als je wat IT-kennis hebt en ervaring hebt, en je ziet opeens begin jaren 90 online opduiken vanuit een nerdy hoek, he, laten we eerlijk zijn, dat was vanuit nerdy. De echte contentschrijvers waren er niet, de echte marketeers, die vonden het middel maar niks, zeg maar. Als je daar een beetje inzichtelijk mee bezig gaat, dan heb je al ontiegelijk snel door dat online internet en online marketing de wereld aan het veranderen is. En dat is een ontiegelijk mooie missie, want wat wij om ons heen zien, wat uitvergroot wordt door de social media, dit kon 30, 40 jaar geleden niet. We hadden de macht van partijen en kranten die uitzenden. En als je daar een hele zure journalist had, dan weten wij dat die zoveel macht hadden. Er waren 2, 3 kranten in Nederland met zure journalisten. Die konden zo de opinie sturen. Die konden zo de maatschappij op een verkeerde manier beïnvloeden. Anders dan de mensheid en zoals het maar gebeurt dat nu niet ook juist ook heel erg weer, juist door social media, dat je ziet dat de mensen helemaal in hun silo's, in hun cocoons zitten, omdat ze eigenlijk helemaal geen andere meningen meer horen, omdat die algoritmes eigenlijk alleen maar jou, als jij op Facebook zit, dan radicaliseer je. Ik heb in mijn vriendenomgeving een aantal mensen nu door die coronacrisis echt binnen een paar weken zien radicaliseren, dat ze alleen nog maar conspiracy theories aan het verspreiden zijn. Daar valt ook niet meer mee te praten met die mensen. Ik heb de indruk dat het misschien juist nog veel erger is nu dan destijds. Toen was het dan wel een monopolie van de macht. Maar nu worden de mensen helemaal raar. Je ziet nou, met name natuurlijk in de politiek en zo. Ik vind het ook wel een beetje eng wat er gebeurt. En ik hoorde ook een interview met Elon Musk, die heel erg bang is voor artificial intelligence. Dat de mensen de macht helemaal kwijtraken. Ja, maar ho, 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 ho. Daar wil ik even graag omgekeerd denken. Ja. Lopen wij niet gewoon blind achter Elon Musk aan? Lopen wij niet achter die jongen aan? Als Elon Musk wat zegt, moet je kijken hoe vaak geretweet wordt zonder dialoog. Ja, dat bedoel ik. Maar niet, zeg maar, Elon Musk haal ik er nu bij, omdat hij is waarschuwd voor de angst voor artificial intelligence. Ik, daar heb ik zelf gewoon niet zo'n angst bij als hij. Maar ik weet misschien ook minder dan hij wat dat betreft. Maar goed, dat is even een beetje een sidestep waar het mij om gaat. Is dat hypertargeting in online marketing. Waardoor je mensen heel precies zeg maar, bijna 1-op-1 op hun interesses en op een gedrag kan beïnvloeden. Ja, dat is ook heel erg groot gevaar voor misbruik. Hè? Of denk je dat het zichzelf wel gewoon geneest, zeg maar? Dat het een zelfreinigend systeem is uiteindelijk? Ja, weet je, Erik, die vraag kijk ik vaak. En ik kijk altijd lachend naar de discussies. En discussies zijn ontzettend fout als je niet weet dat in de jaren 80, 90, toen reclame-marketing zijn hoogtepunt begon te bereiken, hele grote partijen, kan ik ze noemen, zal ik ze benoemen? Grote postorders, grote overheidspartijen die onze post brachten, heel veel gegevens van ons hadden. Die postorderbedrijven hadden bij elkaar heel veel gegevens. Er was geen wetgeving op het gebied van AVG of wat erop leek. Die hebben massaal, inclusief de banken, denk aan de Accept Giro's. Jonge mensen hebben die niet meegemaakt. Dan kon je precies zien Accept Giro wat je kocht, hoeveel je kocht en waar je kocht. Weet je wel, grote supermarkten zaten erachter. Dat gebundeld bij elkaar, er was geen wetgeving. Dat gaf zoveel gevoelige klantprofielen. Er was geen wet. Dus wij vergeten heel erg dat het eigenlijk wat vroeger is gebeurd. Er was geen wetgeving en er was geen internet en social. Dat was een stuk, hoe noem je dat?
privacy inbrekender dan het dialoog nu. Waar we eigenlijk nu over in dialoog gaan, en dat is ontzettend goed, weet je wel, is eigenlijk, kijk ook naar die corona-app, dan denk ik van ja, je wil mensen helpen, we willen door met de economie. Dan kan je gewoon lopen zeuren van er zit een klein buggy in en er wordt gegevens gevraagd. Dat mag dan niet conform de wet en de minister die vertraagt de boel en die gaat een spoedwetje. Dat kan allemaal, maar denk ook even met gezond verstand na dat het verkopen van klantgegevens en zo, dat is echt, verdiep je daar eens in de jaren 80 en 90 voor die wetgeving, is een stuk erger geweest dan waar wij nu zitten. Serieus, vooral de financiële instellingen hebben zoveel gegevens aan gelinkte BV'tjes en partners gedeeld, dat je opeens kreeg een brief in de bus, omdat mensen voor de deur, of je werd nog gebeld. Je werd gebeld met een gerichte aanbieding. En dan moet je, niemand dacht in die tijd, hoe komen ze aan die, hoe kan dat nou, dat is toevallig. Dus ik denk dat we het in een veel breder kader moeten zien en deze dialoog en discussie veel beter moeten houden. Ik zie deze dialogen en discussies zie ik niet op grote events die over privacy gaan en dat soort dingen. Ik vind dat heel erg in een bubbel zitten. Die pakken vaak de laatste 20 tweetjes en die denken, nou ja, hier zal het wel over gaan. Maar denk even heel goed na dat waar we nu zitten met AVG, dat is een Europese wet natuurlijk, we zijn veel meer beschermd. Het valt allemaal wel mee. Artificial intelligence is simpelweg dat er zoveel data is, dat ze dat wat specifieker op ons willen richten. Maar als jij zegt, ik wil helemaal niet lastig worden gevallen, nou dan zeg je dat. Dan klik je dat vinkje aan en niemand valt je lastig. Dat kon vroeger niet. Ik ben vroeger plat gebeld in de jaren 90, zelfs in mijn studentenhuis. In mijn studentenhuis zelfs. Ik ben helemaal gek, ben gewoon gebeld. Ja. Zelfs ochtends vroeg je, als student stoor je niet zo vroeg op. Ben je ochtends vroeg gebeld, een of andere verkoper daarnaast. Dat is het. Ik vind het meevallen. Ik vind het echt. We hebben meer mensen nodig die even de big picture schetsen. Niet klein, niet die bubbel pakken en gaan bubbel discussiëren. Dat laat je alleen maar zien dat je in een bubbel zit. Ik ga weer volgens verliezen, dat weet ik. Ja, dat denk ik eigenlijk helemaal niet, Patrick. Nee, kijk, waar mijn vraag een beetje over ging, is dat door algoritmes je veel mensen inderdaad gewoon geen andere meningen meer te horen krijgen. En dat je dus zeg maar dat commerciële aspect, dat mensen nu hun privacy beter beschermd is. En dat online daar juist ook een duidelijke aanleiding toe heeft gegeven, omdat mensen dachten, hey, weet je wat, ze stonden inderdaad niet bij stil. Dat vind ik een heel mooi voorbeeld wat jij geeft, dat je in de jaren 80 werd gebeld, dat stond je niet bij stil, hoe komt dat, waar komt dat vandaan? Juist doordat die enorme transparantie er is gekomen door de digitalisering van de samenleving, zien we dat nu en treden we er tegenop, maar ondertussen zijn er ook bijverschijnselen waar dat zit hem dan meer inderdaad in de opinievorming van mensen. Dus dat is wat minder met misschien met online marketing en sales te maken. Maar waarvan ik denk van hoe zorgen we ervoor dat onze consumenten ook slimme consumenten blijven? Nu ze al die middelen ook echt daadwerkelijk hebben om slim te kunnen. Ja, ik mag je tegenspreken, Erik. Absoluut, nee, graag zelfs. Daarnaast, het is nu vrijdag, dus mensen gaan in het weekend zullen ze wel weer ontvolgen en er zullen trolletjes klaarstaan. Maar weet je, kijk, je hebt het simpelweg met je gedrag. Hè? Je vraag zit algoritme. En het is belangrijk om een beetje een normale timeline voor te schotelen. Anders schiet het voorbij. Laten we eerlijk zijn. Toen Twitter heel populair was en je live op Twitter zat met Twitter clients, schoten die dingen voorbij. Want je had gewoon heel veel berichten als je veel mensen volgt. Dat deden wij handmatig door mensen te ontvolgen. Dus we hadden een menselijk algoritme deden wij dat. En later zijn de systemen dat met robotjes over gaan nemen. Hè? Laten we even eerlijk zijn. Die algoritmes hadden de zoekmachines al lang. En veel meer systemen gebruiken algoritmes. Dus het is niet iets nieuws. Ik ben een enorme YouTube-consument. Meer om te luisteren dan om te kijken. Maar ik schrijf nu ook een beetje als een soort podcast. Maar YouTube is wel heel erg goed in het mij voorschotelen van dingen die mij interesseren. Hè? Dat is puur. Ja. Want ik zoek nooit zelf bijna in YouTube. Ik scroll gewoon door die newsfeed. En YouTube is echt heel slim in mij de dingen voortdurend verleiden om weer iets te bekijken. Nou, ik ben het voorkomen met je één. YouTube is een Google-product. YouTube kan zoeken op kleuren, op soort mensen, op gezichten. En weet je hoe dit heet? Deze goede manier van algoritmebedrijf, weet je hoe dit heet? Nou, ik heb het net gedaan. Dit is artificial intelligence. Ja, dat snap ik. Ja. Dit is AI. Dus je geeft eigenlijk, geef je nu aan, dat AI wel zeker een bijdrage levert. Oh nee, maar ik ben een groot voorstander van AI. Alleen, ik gaf het aan als een van de bijproducten is dat mensen... Dat YouTube mij dus de hele tijd dingen voorschotelt die ik interessant en leuk vind.
dat dat ook kan leiden toe dat ik op een gegeven moment... Ik heb dat wel gezien bij mensen om me heen, dat die gewoon ineens in no time behoorlijk radicaliseren in een bepaalde bubbel. Omdat ze inderdaad gewoon niks anders meer zien. En dat is dan een van de risico's die eraan zit. Ik weet ook niet wat je er tegen moet doen. Opleiden. Ja, ik ga er weer als oudere jongere ga ik weer. Kijk, als je de Telegraaf leest. Ja. En je gaat vervolgens op Twitter kritiek geven dat de Telegraaf, dat is een krant met een bepaald profiel, is nu in Belgische handen, maar die hebben nog een redelijk profiel, zoals Trouw een profiel heeft, Parool, De Groene, AD, die hebben klantlezersprofielen. Hè, dat noemen ze positionering en het uitzoeken van een segment. De basis, hè, dankjewel Porter en Kotler van marketing. Die hebben zich gericht op een bepaald profiel en die brengen wat mensen willen horen. Dit is een basis van media en communicatie. Als jij Telegraaf leest en vervolgens ga jij op de LinkedIn en Twitter een dialoog aan, dat de Telegraaf wel heel erg puntje-puntje nieuws brengt, dat het gekleurd is, dan vraag ik me af, dit weet jij, als jij zo'n krant leest met een kleur, een algemene en een bekende kleur, er zit een politieke kleur aan vast, en vroeger zat de stad Amsterdam heel erg aan Telegraaf, dan weet je dat. Als jij de Telegraaf leest en zegt, wat zei ze overdreven positief over Ajax, ik wil het meer positief over Feyenoord lezen. Ja, wij zaten altijd al in een bubbel. En het antwoord heb ik aan het begin gegeven. Als je uit je bubbel wil en je wil jezelf als mens ontwikkelen en voorkomen wat je aangaf dat je radicaliseert, dan moet je eerst bewust gewoon in een dialoog gaan en reageren en mensen lijken die het niet met je eens zijn. Maar dat zit niet in een mens. Wij kijken RTL4 omdat we in de RTL4 profiel passen. En dan zie ik op de Twitters, ik vind het leuk om te volgen, ik ben zelf ook actief. En soms een tikkeltje verzuurd als ik vermoeid ben. Maar dan zie ik mensen op RTL4 kritiek leveren dat bepaalde talkshows niet diep genoeg gaan. Dan denk ik, ja, je kijkt RTL4. Daarvoor was Dance, Dance, Dance. En daarna komt er een erotisch programma. Schakel dan over naar een ander programma, weet je wel. Ja. Het is allemaal niet zo complex. Maar als jij op Facebook mensen liked en alleen maar reageert in discussies waar het mee eens ben, creëer je eigen bubbel. Ja, ik kan er niks aan doen. Kom dan uit die bubbel en ga eens dialogen aan en durf kritiek te ontvangen. Durf misschien. Dus de verantwoordelijkheid, die ligt gewoon bij de mensen zelf. En daar moeten wij... Ja. Dat is de onzekerheid in de mensheid. Ik pak even een sociologisch zijstapje. Dat wij heel graag bevestigd zien hoe wij zelf denken. Dat moet je niet doen. Als je jezelf ontwikkelt buiten de bubbel, ja, dan moet je gewoon mensen opzoeken daarbuiten. Dat deden de Grieken en Romeinen en heel vroeger deden ze dat daarna. Dus ik ben... Ja, sorry. Nou, oké, maar dan zitten we toch gewoon in het opleiden, het opvoeden van de mensen om andere meningen ook te willen accepteren en daarnaar op zijn minst naar te luisteren. En is dat ook een les die waar je als online marketeer wat mee kan nu? We moeten een beetje gaan richting de afronding gaan. Wat wil jij zeg maar ter afsluiting als meegeven aan de online marketeers en de marketeers of de ondernemers die dit verhaal volgen, die ons gesprek hebben gevolgd, van nou, het is nu, we gaan nu richting Q4 2020, waar moet je je focus op leggen? Ja, een hele goeie. Ik denk met online marketing dat je uit moet kijken. Ik had ze net benoemd. Dat je aan de slag gaat met die 10, 20 tips. Van hoe kan je even 500% meer kliks krijgen op je content marketing. Is gebleken dat die... Dat is allemaal bullshit. Dat is onzinnigheid. En dus de bullshit radar moet even goed worden gefine-tuned. De bullshit radar moet eruit. En als jij inderdaad wil onderscheiden en positioneren. Dat is de basis van je marketing. Ja, dan moet je wat dingen uittesten. Dan moet je lef hebben. En het boek geeft heel veel links naar thoughtleaders en mensen en experts en inzichten die zeggen, ja, probeer eens dat. Hè. Laat eens Insta los. Probeer eens wat voor met Snapchat. Doe eens als gevestigd bedrijf iets leuks met TikTok en kijk wat het doet. Dus je moet het lef hebben om te experimenteren. En je moet doorhebben dat een online marketing mix is eigenlijk een 24/7 beheer mixje. Dat staat niet zoals de jaren 80 vast voor een maand of 3 of 6 of een jaar. Daar moet je heel de dag mee bezig zijn. En dat is een state of mind waar we het in deze discussie over gehad hebben. Dat kan met dashboards, dat kan je goed in de gaten. Maar als jij kijkt, wat het boek niet propageert, we hebben hoofdstukken over conversie en optimalisatie. Dat is heel popy, omdat mensen denken, met een paar kleine tips heb ik 2 keer zoveel omzet. Nou, dat blijkt in de praktijk allemaal bullshit te zijn. Met al respect voor mijn collega conversie-experts. Maar als jij bijschaaft en je gaat van 0,1
0,1% conversie naar 0,15% conversie. En je bent ontzettend blij, want volgens mij is dat bijna 50% stijging. Hè? Hartstikke leuk. Ja. Dan zeg ik, ja, het is dramatisch. Als jij echt wil stijgen, dan moet je gewoon aan je marketing mix gaan rommelen. En dan moet je zeggen, ja, misschien is dat kanaal wat een beetje tegenvalt wel niet het juiste kanaal. Daarnaast is het gewoon uitgehold. En dan moet je gewoon eens overstappen naar een ander kanaal. Dan moet je lef hebben en durf hebben. En dat is wat het boek propageert. En daarom kan je ook niet een basis neerleggen. Er bestaat geen basis voor online marketing. Het drijft simpelweg op het gegeven dat elk bedrijf met zijn klantgroepen en productpositionering heeft een unieke situatie. Je kan niet iets generieks voorschuiven van hiermee lukt het altijd. Dat is de grootste valkuil die wij natuurlijk met z'n allen in leven houden, met die tipjes. En nee, het gaat erom dat je zo erboven kan staan en vrij kritisch door de boel heen kan denken en zo geëxperimenteerd hebt in nieuwe zaken, dat je weet van, hey, als mijn klant in die klantreis zo ver is, dan zet ik daar even Snapchat in, dan ga ik TikTokken, dan ga ik een LinkedIn live discussie aan, dan ga ik dit doen en dat doen. Ja, en dat vereist inderdaad een totaal andere manier van denken met online marketing. Kijk, we houden ons met online marketing onze eigen 10 tips bubbel. Sorry, ik heb er ook aan meegedaan 10 jaar geleden. En ik ben terecht afgeschoten van hoe kan je nou 10 generieke tips geven die zogenaamd voor elk product en dienst, op elke markt, in elke situatie, in elke fase van de customer journey, succes zouden hebben. Dan denk ik, ja, shit, ja, mensen hebben eigenlijk wel een beetje gelijk. Dus je moet gedegen. Ik maak me er ook wel eens schuldig aan met mijn blog, moet ik bekennen. Ik probeer alleen inderdaad daar ook dingen in te veranderen door inderdaad meer discussieachtige blogs te schrijven. Maar het is heel verleidelijk inderdaad om te werken met tips. Want je wil gewoon mensen handvatten geven om direct iets mee te kunnen mee aan de slag te kunnen. Maar ik denk dat inderdaad het leuke is van het gesprek is nu dat het aangeeft dat mensen eigenlijk gewoon hun bullshit radar aan moeten hebben staan en gewoon meer toch vanuit hun eigen kracht uit moeten gaan en een eigen creativiteit en een eigen bereidheid om te experimenteren. En zo'n enorm boek, ik hou het nog maar even omhoog, is een enorm, het online handboek online marketing, daar staat gewoon je tools in waarmee je het kan doen, maar je moet het wel zelf interpreteren, denk ik. Hè? En jij hebt mij gezegd dat je voor de lezers, luisteraars en zo, dat je er 3 wil weggeven van dit enorme dikke boek, hè? Want het is echt een ongelofelijke pil. Dat is heel aardig. En wat vind je dat mensen daarvoor moeten doen? Hè? Want we geven natuurlijk niet helemaal gratis weg. Hè? Ze moeten wel iets doen voor ons, vind je niet? Ja, ik vind het leuk als mensen iets heel kritisch. En nogmaals, mijn drive zit op mensen die het vaak niet met me eens zijn en een dialoog aan durven gaan. Dat is de essentie van het huidige web. Dus je geeft ze weer aan de grootste dissen, de 3 grootste dissen die je krijgt straks onder onze blogpost. Je mag dissen als het inhoudelijk gestaafd is, dan mag je niet dissen. Ja, nee, niet dissen, maar gewoon de 3 mensen die met een comment komen waarvan je zegt van zo, hey, dat geeft mij toch eigenlijk ook weer een inzicht. Dat zou leuk zijn. Geen garantie dat we dat gaan krijgen natuurlijk, maar dat zou gaaf zijn. Is dat een beetje het idee? En dan is dat onder de blogpost op mediaweb.nl. Daar zit de commenting functionaliteit onder. En als je daar de 3 slimste, leukste of meest kritische feedback die we krijgen op deze podcast en blog en YouTube video, die willen we, die krijgen van Patrick zo'n boek thuis gestuurd. Fantastisch. Patrick, heel erg bedankt voor dit alweer ruim een uur dat we hebben kunnen kletsen met elkaar. Jammer. Ik vond net dat het begon net leuk te worden, Erik. Ja, nou, we kunnen ook natuurlijk een Joe Rogan-achtige aanpak pakken en gewoon 3 of 5 uur doorblijven. Nou, waarom niet? Maar als jij nog dingen te melden hebt waar je mee door wil, dan ik bedoel, wat mij betreft, gaan we nog even door. Maar, ik wil het aan jou richten, Erik. Ja. Ik bedoel, je hebt insights. Je bent oudere jongeren, zo benoem ik je heel even. Je hebt insights. Je kan vanuit de oude marketing, nieuwe marketing denken en je snijdt daar opbouwt kritisch doorheen. En jij durft mensen met mening een platform te geven. Ik denk dat noemen we bij elkaar, noemen we dat thought leadership. Ik denk. Ja, ik hoop, meedenkend, misschien dat je dit doortrekt. Misschien ook wel met het gebruik van video, zeg maar. En dan kan je ook 10 tips eruit knippen als mensen dat willen zien, hè, in een formatje. Dat is dat knip en plak, dat je
Maar, nou, wat een gedachte die ik al een hele tijd heb. Maar ik zit ook altijd een beetje met tijd, weet je. Ik heb bijvoorbeeld ook eergisteravond niet aan toegekomen om mijn blog voor te lezen. Wat een soort, als een soort podcast, weet je wel. Ik heb ook gewoon vaak tijdnood. Maar het idee wat ik wel had, is als je zo'n expert roundup doet en er hebben 10 mensen aan meegewerkt, om dan 3 van die mensen in zo'n Zoom-gesprek een soort live-achtige nagesprek over dat onderwerp te doen, bijvoorbeeld. Zou dat een idee zijn? Dan altijd op de vrijdag. Dat is een flex. Ik ben uitgesproken. Als je mij googelt, vind je dat ook. En ik ga graag de dialoog interactie aan met mensen die het eens zijn. Ik ben niet van het bevestigen en dat soort dingen. Als jij dat soort mensen, die zijn schaars, laat ik heel eerlijk zijn. Die zien we niet in discussiepanels, die zien we niet online. Als wij eens kappen met het bevestigen, want we weten allemaal in die coronaperiode dat we in transitie en transformatie zitten, maar niemand benoemt dat. Niemand schiet daar eens goed doorheen, zeg maar. Als jij dat kan bewaken en bewaren als host, als zelfs inhoudelijke host, en ook daar zijn er heel erg weinig van, laten we eerlijk zijn, dan denk ik dat we een mooi formatje hebben voor de toekomst. En dan kunnen we heel veel mensen helpen, want dat is natuurlijk het uitgangspunt. Ja, dat is uiteindelijk het uitgangspunt, ja. Want ik zorg wel voor mijn branding, maar we lopen hier niks te verkopen verder, behalve dat we jouw boek natuurlijk wel even onder de aandacht willen krijgen. Maar dat is ook om mensen te helpen, want ja, met zo'n naslagwerk, leerboek, ben je natuurlijk gewoon ontzettend geholpen. Ik denk voor nu online marketeers van elk niveau, of je nou beginner bent of je hebt al heel veel ervaring. Als je heel veel ervaring hebt, is het risico dat je misschien te weinig nieuwe inzichten krijgt. Dan is het ook goed. Ik zit ook weer door dat boek te bladeren en denk, jeetje, hey, wat interessant. En zeker als je nog begint, dan heb je gelijk een stevige basis. Maar goed, ik vind het ontzettend leuk om er een vervolg aan te geven, Patrick. Laten we buiten de uitzending om een keertje hierover doorfilosoferen of een formatje kunnen verzinnen waarmee we eigenlijk allebei we hebben ook, als wij onze volgers samenvoegen, zal ik maar zeggen, die samen bedienen, dan bereiken we samen ook een veel groter publiek. Heel graag. Je gaf aan, we verkopen niks. Nou, ik hoop dat wij onze inzichten verkopen door middel van discussie en dialoog. En gelukkig waren wij het soms niet met elkaar eens, hebben elkaar aangevuld. Ik vermoed, zeg ik misschien egohoudend, maar dat dit soort content en dialogen mensen verder kunnen helpen. En hopelijk dat het ook inspireert dat mensen wat vaker de dialoog aan durven gaan, dan dat we met z'n allen de 10 tips voor content marketing voorlezen, maar niet precies weten wat we voorlezen en waarom we dat voorlezen. Dat is wel wat de coronatijd heeft bewezen, dat die transformatie en transitie bedrijven echt verder helpt. En uit de faillissement helpt. En een nieuw soort generatie van marketeers en denkers goed neerzetten. Als dat ons lukt, ik mis dat echt, dan heb je mijn hart gestolen. Perfect. Bedankt, Patrick. Het was me echt een groot genoegen. En ik denk dat we even heel snel na moeten kaarten. En kijken hoe we verder gaan met dit idee. Hartstikke gaaf. Dankjewel. Dankjewel, kijkers, luisteraars, lezers. Dankjewel. Oh, ja. Dat was hem. Dag. Even kijken. Ik stop even.